Dit is de aspergespin. In dit geval staat er spargespinnen op, maar even gestaan op de beurs in Karlsruhe. De machine is eigenlijk al gemaakt voor de oogsten. Hij heeft als functie dat hij de folie optilt en dat hij de asperge oogst meesleept. Nu gaan we eigenlijk over naar een nieuw concept waar ook de asperge oogster geholpen wordt met het steken. Als we de apparaat boven het bed hebben gezet en de juiste diepte ingesteld hebben en we hebben de juiste plaats bepaald, een druk op de knop, je ziet dat er een mes uitkomt die in het bed verdwijnt en de asperge een beetje ook nog op het einde omhoog duwt. Dat is de nieuwe manier van oogsten. Ondernemer Frank Engels stamt uit een familie van baksteenfabrikanten in Panningen. Hij koos voor de aspergeteelt. Zijn opgedane technische kennis in de steenfabriek thuis kwam hem goed van pas. Hij ondervond dezelfde problemen als zijn collega-telers. Zijn technische knobbel bood uitkomst. Wat waren die problemen? De oogst was vrij heftig. Er was altijd personeelstekort. En daar liep iedereen tegenaan. En er waren ook weinig mensen te krijgen voor 10, 11 jaar geleden. Dat betekent dus dat je moet gaan automatiseren die teelt? Ja, dat was voor mij was dat een duidelijk iets. Ik kom uit de wereld van de baksteen. En daar was alles geautomatiseerd en vooral elektrisch. Dus, en dat was de weg waar ik goed in was. Dus die heb ik gecombineerd eigenlijk naar de asperge teelt. En u begon eigenlijk met 1 hectare asperges? Klopt. U liep zelf tegen problemen van die oogst. U ging een machine maken daarvoor. En toen kwam u op het idee om dat in de markt te gaan zetten. Precies. Ik heb gezien dat er met een goede oogstmachine zo eenvoudig te werken was. Dat ik dacht, nou, als ik er goed mee kan werken, dan kan een ander er ook goed mee werken. En dat is eigenlijk het begin geweest dat ik het op de markt zette. Uiteindelijk is het de spargelspinnen geworden, inmiddels een compleet familiebedrijf. Uw echtgenote werkt hier, uw 2 zoons, uw dochter, daarnaast nog eens 6 mensen. De markt is kennelijk groot genoeg voor de spargelspinnen. Ja, op het niveau te zien van Nederland is het natuurlijk te weinig, maar Europees gezien, waar toch 32.000 hectare witte asperges is en nog eens 32.000 groene hectare asperges, is het toch een grote tak van sport om daar in te werken. En midden in de winter begint voor jullie het aspergesseizoen? Ja, al veel eerder. Die begint al na het seizoen van afgelopen jaar. Dan hebben we de ideeën waar we naartoe willen. Dus die gaan we dan een beetje verwezenlijken. En voor ons is de winter eigenlijk de productiemaand. Dan hebben we een gevoel van wat moeten we maken en hoeveel. En daar gaan we ons op toeleggen dan. Maar de ideeën, die moeten eigenlijk al van vorig jaar zijn, uiteraard. Nu hebben we allemaal de tijden van de crisis beleefd. Hoe is dit in de aspergewereld? Het is even afwachten geweest. Er waren nog wat veranderingen met oogstmachines en zo. En dat heeft zich voor mij gunstig uitgevallen, doordat de concurrentie ook moeilijk had. En die zijn totaal weggevallen. Dus ik heb bijna 85% marktaandeel. Nu is er zelfs een concurrent op de markt, die maakt een oogstmachine die compleet alles in één keer wegsnijdt. Daar ziet u geen toekomst in? Nee, ik zie daar geen toekomst in. Wij kiezen voor selectief oogsten in plaats van massaal oogsten uit de grond, waar alles afgesneden wordt boven de kroon van de plant. En waar alles in stukken en ook af en toe natuurlijk hele asperges omhoog komen. Ze worden dan zeg maar op een transportband naar boven gevoerd en de zand wordt eruit gezeefd. Zo behandel je natuurlijk niet de koningin van de groenten. Ja, hoeveel spargelspinnen worden er nu gemaakt hier op het industrieterrein? Nou, dat ligt eraan per jaar, maar we hebben een capaciteit tot 1000 machines en die hebben we ook wel eens enkele jaren gemaakt. 2011, wat verwachten jullie daarvan? Ja, we verwachten een redelijk tot goed jaar. Het is nou nog te vroeg om te zeggen. Er zijn veel aanvragen, maar dat is nog niet, wil nog niet zeggen dat ze gekocht zijn. Ik zal het nog een keer laten zien. Nog een keer. En dan is het verder rijden.